Siri Worm, jullie staan vanavond met Twente in Leuven. Eerste match in de Benelink. Hoe is het verlopen? Ja, ik denk dat we tevreden terug kunnen kijken. Ik denk dat we een goede voorbereiding hebben gehad. En helemaal klaar waren voor de eerste competitiewedstrijd tegen Leuven. Jullie scoren vroeg in de eerste helft, maar dan blijft het tot aan de rust 0-1. Ja, we konden eerst zelf niet echt heel veel kansen creëren. Maar ja, we moesten gewoon geduldig blijven, tegenstander kapot spelen. En dan weet je dat je de tweede helft gewoon toe kan slaan. En die goals vanzelf komen als je geduldig blijft. Ja. Jij heeft een assist bij de tweede goal, denk ik. Ja, de kopbal. Ja, dat klopt. De corner op Anouk Dekker. Ja. Je bent de vaste cornernemer op links dan? Ja, ligt eraan. Soms doen we indraaien, soms afdraaien. Maar ik ben wel een van de twee, ja, klopt. Je speelt ook sinds een tijdje nu al bij Oranje, vooral de Oranje Leeuwinnen. Ja. Jullie hebben binnenkort twee belangrijke matchen, Portugal thuis, Noorwegen uit. Ja. Hoe zie je dat? Ja, ik denk dat het twee belangrijke wedstrijden zijn. We hebben een goede wedstrijd tegen Brazilië gehad. Een goede testmoment om toch weer voor te bereiden op de twee belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden. En ik denk gewoon dat we met vol overtuiging erin moeten en dat we gewoon kans hebben. We moeten gewoon beide wedstrijden gewoon overtuigend winnen. Is dat een droom, Canada, voor jullie allemaal? Nou, een WK is natuurlijk, iedere speler wil een WK spelen, dus het is zeker een droom. En dan met Twente, jullie hebben een mooie affiche ook geloot in de Champions League, PSG. Ja. Vorig jaar hadden jullie Lyon. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik denk dat Paris Saint-Germain een vergelijkbare tegenstander is. Mm-hmm. Maar ik denk dat we een goede oefenwedstrijd tegen Wolfsburg hebben gehad. Dat we stappen maken als team, ook op dat niveau. En we zijn nooit kansloos. De bal is rond, dus wie weet. Oké, dank je. Veel succes. Dank je wel.